Radio 509. We zijn live met Radio 509 in Utrecht bij de start van de tweede editie van Blind voor één dag. En Blind voor één dag is een actie die wordt georganiseerd door het Oogfonds. En hier naast mij staat Edith Mulder, directeur van het Oogfonds. Edith, goedemorgen. Wat gaan we doen vandaag? Goedemorgen, Emiel. Nou, we gaan de hele dag op pad. En ongelooflijk fijn dat ik met jullie ook weer mee mag vandaag. En jullie met mij. We starten straks met het kanoën. Ik ga met de maculabril op kanoën. En met een heel stel collega's, met onze buren, met mensen van de oogvereniging, met de pers. Iedereen gaat mee die kano in. We gaan eerst de Oude Gracht op. Oké, en dan gaan jullie dus en ook allemaal een bril? Nee, want dat wordt natuurlijk een beetje een gevaarlijke situatie. En dan valt het echt in het water, letterlijk. Dus dat gaan we niet doen. Maar je hebt één iemand met bril en één zonder bril. Ja, precies. En jij hebt dan de bril op zometeen. En de bril voor makelaardegeneratie, is dat een bewuste keuze? Want er zijn natuurlijk meer oogaandoeningen die je zou kunnen kiezen. Ja, vorig jaar ben ik 8 uur blind gegaan tijdens Blind voor een dag. Dit jaar heb ik gekozen voor maculadegeneratie. Ik heb afgelopen jaar heel veel mensen gesproken die maculadegeneratie hebben. En ik dacht, ja, ik wil ook eens weten en voelen hoe dat is om daarmee door het leven te gaan. En ik weet, het is een simulatie. Ik weet dat ik nooit precies ga ervaren wat deze mensen dag in dag uit ervaren. Maar ik stel me solidair op om het een dag met ze mee te doen. Maar betekent dat dan ook dat jij zo meteen die bril opzet en pas over 8 uur weer afdoet? Ja, sterker nog, ik zet de bril straks op en ik ga tot en met het diner vanavond in de Smulhoeve, want daar is ook een actie voor Blind voor een dag, ga ik met de bril op en daarna mag die af. Oké, dus je gaat ook eten. Heb je dat vorig jaar ook als tussen aanhalingstekens blinde ook gedaan? Ja, dat heb ik vorig jaar ook gedaan. Toen was het een eenvoudig broodje. Ik weet nu echt niet wat ik ga krijgen. En ik heb natuurlijk wel eens een blind dinner gedaan. Maar vandaag wordt het echt, ik ga naar Koninklijke Fysio. Ik ga met de directeur daar, Helene Griffioen, een tocht maken. Ik krijg een rondleiding in Koninklijke Fysio in Amsterdam. Ik ga samen met collega's van Microsoft naar het Rijksmuseum. Daar gaan we een rondleiding doen op het gevoel. Ja, het wordt een heel bijzondere dag. En ondertussen moet ik natuurlijk ook nog van A naar B. En dat is eigenlijk altijd het spannendste, hoor ik ook van mensen die zelf een visuele beperking hebben. Ik kan niet anders doen dan dat beamen. We gaan het vandaag allemaal meemaken. We gaan het volgen hier bij Radio 509. En ik zou zeggen, zometeen heel veel succes met de bril en alles wat je mee gaat maken. Dankjewel, Emiel. Radio.